Ik leg u graag de alternatieve mogelijkheden voor ontslag toe. Uit een bevraging van Acerta zagen wij dat reeds 47% van de werkgever eraan denkt om hun personeelsbestand te gaan afbouwen naar aanleiding van de coronacrisis. Dat is heel veel, dus daarom willen wij op wijzen dat er wel degelijk alternatieve mogelijkheden zijn voor ontslag. Die alternatieve mogelijkheden dat hangt af van verschillende factoren, maar eigenlijk is het belangrijk om weer eerst af te vragen wat wil ik eigenlijk bereiken. Wil ik een besparing op loonkosten of heb ik eigenlijk echt gewoon te weinig werk voor mijn medewerkers? Voor een besparing op loonkosten kunnen we eerst al voorstellen om een loonoptimalisatie te gaan doorvoeren. Er staat daar, we willen een slim en uitgebalanceerd loonbeleid. Wat wil dat eigenlijk zeggen? We willen eigenlijk dat er zoveel mogelijk netto wordt uitgekeerd aan de werknemers voor een zo laag mogelijk kost en dat natuurlijk binnen een wettelijk kader. Er zijn verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld maaltijdchecks, onkostenvergoedingen, C190-bonussen en dergelijke meer. Dat kan individueel of collectief uh, overeengekomen worden. Tegenwoordig zien we dat er ook um, meer en meer werkgevers een cafetariaplan of een benefit motivation plan gaan invoeren. Dat komt erop neer dat de, dat de werknemers een bepaald bruto percentage van hun loon gaan inleveren om dan eigenlijk extra legale voordelen uit het aanbod van de werkgever te gaan kiezen. Iets anders dat jullie moeten uh, bekijken is de overuren. De overuren kunnen gereduceerd worden. Overuren Kosten veel geld, recupe, overlonen en dergelijke meer. Dus ga na in uw onderneming of die overuren wel degelijk noodzakelijk zijn. Kunnen de pieken en dalen niet wat afgevlakt worden? Kunnen de mensen die het nu wat rustiger hebben, kunnen die niet uh, misschien helpen om de extra workload op te vangen? Nog een andere mogelijkheid is de externe contracten beëindigen. Vaak is dat eigenlijk veel makkelijker stop te zetten dan een werknemerscontract. Bovendien zijn er maar korte termijnen voorzien vaak en ook lagere vergoedingen. Wat we nu ook veel zien in onze praktijk is eigenlijk de collectieve goodwill om te gaan helpen. Dus ondernemingen gaan transparant communiceren van ja, wij hebben een probleem, we hebben een loonkostprobleem. Uh, zijn jullie bereid om daarin te helpen? Um, zo ja, kunnen jullie misschien een akkoord gaan om een tijdelijke looninlevering te doen. Vaak is het management die dan eigenlijk het goede voorbeeld gaat geven en een deel van het loon gaat inleveren. Let wel, dat kan natuurlijk enkel en alleen als de werknemer daarmee akkoord gaat. En natuurlijk mag dat loon nooit lager dan het barrema gaan zakken. De andere vraag die we stellen is, ja, is er eigenlijk misschien gewoon te weinig werk voor de medewerkers? Maar ook daar zijn er alternatieve oplossingen voor ontslag. Je kunt denken aan uh, de tijdelijke werkloosheid. De tijdelijke werkloosheid als maatregel is er nog tot minstens 31 augustus 2020. Daarna zal u kunnen beroepen op economische werkloosheid en dat waarschijnlijk ook met een makkelijkere procedure. Weet dat er ook één op 10 ondernemingen zijn die een bijpassing doen op de werkloosheidsuitkering, zodanig dat het verschil tussen de werkloosheidsuitkering en uh, het gewone bruto loon niet zo groot is. Wat we ook nu zien in onze praktijk is dat de bedrijven gaan spelen met arbeidsduur. We gaan bijvoorbeeld van een 38 uur week naar een 35 uur week. Je kunt dat collectief overeenkomen, dat is eigenlijk het beste. Dan gaat u eigenlijk een soort cao slu sluiten en ook het arbeidsreglement aanpassen. Individueel kunt u dat ook overeenkomen, maar dat is minder interessant, want dan gaat de werknemer eigenlijk van een voltijdsstatuut naar een deeltijdsstatuut. Maar het kan ook een oplossing zijn. Ouderschapsverlof of tijdskrediet, u kan daar ook de mensen over informeren en dat ook stimuleren om dat op te nemen als er te weinig werk is. U weet dat er corona-ouderschapsverlof is dat nog tot eind september 2020 in voegen is en kan lopen. Die mensen die corona-ouderschapsverlof nemen, die genieten ook van een hogere uitkering. Een laatste alternatief dat wij zien is het werk, de werknemers gaan delen. U gaat als het ware werknemers gaan delen met een andere werkgever die eigenlijk werk te veel heeft. Dat kan tijdelijk of voor een langere tijd. En nu op een grotere schaal hebben we ook het concept van de social bridge. Dan gaan de medewerkers eigenlijk gaan stappen in een social bridge met de mogelijkheid om later terug te keren naar de oorspronkelijke werkgever met ondertussen het behoud van bepaalde rechten en voordelen. Ondertussen mag de werknemer ook al eigenlijk gaan werken bij een andere werkgever, al dan niet tijdelijk. Meer informatie kan u vinden op onze website acerta.be/slash ontslagalternatieven.